8 uur. We gaan bowlen. We gaan bowlen. Nee. Hoi allemaal. Ik wil niet. Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Nee. Mijn naam is Jana. Dit is... Super opa, zeggen ze soms. En wat gaan wij vandaag doen? Helemaal niks. We gaan helemaal niks doen vandaag. Nee. Vandaag is de allerlaatste training in de gymzaal. Want vanavond hebben we een teamuitje. En wat gaan we vanavond doen dus? We gaan bowlen. We gaan... Oh. Oh. Dat was leuk. Bliksem, oh. Bliksem. Kijk dan. Zien jullie dat ook? Ja! Nee, ik denk dat ze dat niet zien. Ah, ik hoop het. Ik hoop het ook. Oké, nou goed. We gaan bowlen. We gaan bowlen. Maar ik laat dus even heel snel wat shots zien van de turnhal en van wat we vandaag hebben gedaan. En daarna het bowlen. En misschien al andere dingen. Dus blijf kijken. Super opa, kom nou, we gaan wat doen. Ik zie toch dat ik heel druk ben. Er moeten ook dingen geregeld worden. Hè? Kijk, jullie zijn aan het spelen, maar ik moet gewoon werken. Hè? Dus even weg, ja? Hop. Zo ga je. Zo ga je. Dan moet je je overslag wel fel blijven maken. Je gaat een beetje vertragen in je overslag. Ik had niet verwacht dat ik de allerlaatste training voor de vakantie nog iets nieuws zou doen. Namelijk overslag, streksalto, anderhalve schroef. Tot daar. Nou, ik heb wat doms gedaan. Wat we op sprong hebben gedaan en de vloer, ben ik nog naar brug gegaan. Maar ik was vergeten dat ik dit zou filmen. Dus ik heb niks opgenomen. Ik heb wel wat met mijn telefoon gefilmd, dus ik zal één shot even laten zien. Gewoon voor de leuk. We gaan bowlen. We gaan bowlen. Hey. 712. Ik weet niet eens wat hoog is. Baguette. Ja, Sissi. Paris. Allez, Sissi. Oui, oui, It's oui. Eiffel Tori. Papa, fume een piepen derrière la maison. Jongens, even normaal nou. We zijn in Frankrijk. Oh ja, we zijn in Frankrijk. Ja. Kijk, la tour d'Eiffel. We gaan jullie poelen. Ja, wat je moet doen, je gooit dit kleine balletje. En dan vervolgens gooi je deze zo dicht mogelijk. Degene die het dichtst bij zit, wint. Kijk, zij heeft één streepje. En ik heb twee streepjes, dus dan kan je ze goed uit elkaar houden. Hij doet altijd zoveel als hij nog nooit iets heeft gedaan, zo van oeh, ik heb het nog nooit gedaan en dan is hij opeens knijtergoed. Oeh. Dante is nog een keer. Deze is van Dante, dus die ligt eentje voor en deze is van mij en dat is nummer twee, dus dan krijgt hij één punt. Wat? Ja, Dante heeft één punt. Dan is het weer 1-0 voor Dante. En dat betekent? Precies op de 10. We have a winner. En weet je wat je krijgt? Een trip naar Parijs. We gaan daar door dat gat.
Wat doe je dit raar? Jij hebt nog een plekje. Nou, dit was alweer de video. Vond je nou leuk? Zeker. Ja. Ook. Maar dan doe je een duimpje omhoog. Ja. Vergeet je niet te abonneren. En volgende week zie je ons in... IJsland. Ja. Dus zeker kijken. Ja. Of je ziet ons niet. Vertel eens even de kijkers wat wij deze zomer allemaal gaan doen. We gaan op vakantie en nog een keer op vakantie. Maar waar naartoe op vakantie? Oké. We gaan als eerste volgende week naar IJsland. Nou is het niet bij Vrierunkamp. Dan heeft Jendor hier in Grimmixheld Vrierunkamp. Er zijn nog steeds plekken, dus als je wilt, meld je aan. Hier, even gratis reclame, Jendor. Na IJsland komen we terug en dan gaan we naar Oostenrijk. Kijk, wat ik nou jammer vind, Romy gaat wel mee naar IJsland. Maar niet meer naar Oostenrijk. Ja, daar kom je nog niet zo goed overheen, hè? Nee, dat vind ik wel. Nee. Maar wat ga jij dan doen, Romy? Ik ga dan slapen. Romy heeft ook nog een sociaal leven buiten dit. En die heeft, dan heeft ze 4 dagen onder andere vrienden. Nee, dat hebben jullie niet. Nee. Wij hebben alleen elkaar.